In België is Anne Vervoort, voormalig zangeres van de succesvolle danceact Milk Inc., overleden. Een maand 200 hectare natuurgebied ging verloren. Vorig jaar mochten de inwoners van Bergen. Het zou dan later op de dag moeten zijn. Zaterdag ook een buitje, maar het stelt ook wel graden. En zondag, het wordt een dag met een nog wat lagere temperatuur. Gemiddeld zo'n 15 graden, dat is aan de koele kant voor deze tijd van het jaar. En we hebben het nog altijd